Hallo, welkom op de afdeling Flebologie. Dat is de afdeling voor het behandelen van spataderen. Mijn naam is Renate van der Bos en ik ben een van de behandelende artsen op deze afdeling. In de volgende video's ga ik u laten zien hoe bijvoorbeeld een laserbehandeling of een Müllerbehandeling in zijn werk gaat. En stap voor stap uitleggen wat er allemaal gebeurt. Tot ziens op onze afdeling. Bij de eerste afspraak kunt u meteen doorlopen naar de flebologiebalie. Daar levert u identiteitsbewijs en een verzekeringspasje in. En dan krijgt u een afsprakenkaart en wordt u ingeschreven. Dan mag u plaatsnemen in de wachtkamer en dan wordt u vanzelf naar binnen geroepen. Tijdens het eerste intakegesprek wordt vooral gevraagd naar de klachten aan de benen, of er eerder behandelingen zijn plaatsgevonden, zoals strippen of inspuiten met vloeistof van de spataderen. En wordt er ook gevraagd naar of je ooit een trombosebeen hebt gehad of spataderen in de familie voorkomen. En verder nog wat algemene vragen, zoals de algemene voorgeschiedenis, of er ooit operaties aan de benen zijn geweest en over medicijngebruik. Bij het eerste gesprek doen we ook altijd meteen een duplexonderzoek. Dat is een echo-onderzoek van de vaten. De hele benen worden dan bekeken vanaf de lies tot aan de enkel en vanaf de knieholte naar beneden. De patiënt ligt nu op de behandeltafel en we gaan een echogeleide sclerocompressietherapie met schuim uitvoeren. Dat is eigenlijk het inspuiten van schuim in een bloedvat om het bloedvat dicht te maken. En wat we dan doen is met de duplex kijken, dat is dat apparaat, dat echoapparaat, kijken naar het vat. En als we het dan opgezocht hebben, dan prikken we dat vat aan met een naald. En dat kunnen we dan op de monitor zien. En dan spuiten we vervolgens schuim in het vat. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het vat dichtgeplakt wordt. Dus dat het dicht gaat zitten, zodat het bloed er niet meer doorheen kan stromen. En met één injectie, dat is echt 2 minuutjes misschien, is de behandeling klaar. Daarna krijgt u een kous aan en kunt u meteen weer opstaan en weggaan. Na de behandeling wordt er altijd een controleafspraak gepland die je kunt maken bij de afsprakenbalie. De controle vindt meestal plaats na 1 week, maar kan ook na 3, 6 of 8 weken zijn. Bij de nabehandeling vragen we natuurlijk hoe de behandeling is verlopen. Dan kijken we naar de benen en maken we nog een echo van de vaten. Hiermee controleren we of de behandeling goed is geslaagd.